Hallo allemaal, fijn dat jullie kijken. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees, maar natuurlijk ook de vele warme berichten, de verzoeken voor de privé-readingen en natuurlijk de donaties. Super fijn. Alle mensen die nieuw op het kanaal zijn, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Dit is de reading voor de vrouwelijke tweelingziel voor deze derde week in de maand mei. Als het niet resoneert, dan kan het goed zijn dat je meer resoneert met de mannelijke kant. Dus kijk dan ook die reading. Ik wil jullie vragen om je te abonneren. Kost niks. Bovendien blijf je dan op de hoogte van alle nieuwe readings die online komen. En jouw energie zit dan bovendien in het kanaal, waardoor de readings beter met je gaan resoneren. Ik hoop dat alles goed en wel is. Dat jullie kunnen genieten van de heerlijke lente. Nee, die niet. Krijg ik door. Dan de tarot van de Gilded Deck. We gaan zo beginnen met het tweelingenziel deck. En daarna met de, even kijken, de Divine Animal Oracle. Wat is de energie van de vrouwelijke tweelingziel, Spirits and Guides, voor deze derde week van mei? De kaarten zitten hierin. Dat zijn er drie voor jullie. We gaan even kijken. Onafhankelijkheid. Je bent een onafhankelijk wezen dat in staat is om beslissingen te nemen. Dus je onafhankelijkheid eist je op in deze connectie. Mooi. Heling. Dat is heel goed. Deze kaart zagen we ook bij je wederhelft. Heling. Heling betekent niet dat je geen pijn ervaart. Het betekent dat de pijn niet langer je leven beheerst. Mooi dat rood allemaal. En nog meer rood. Nog een hart. Impulsiviteit. Onbezonnen acties leiden tot onaangename zorgen. Bezin eer je begin. Ja, jij hebt het gevoel van het duurt te lang. Ik ben geheeld. Ik wil weer in union komen. En daardoor heb je de neiging om onbezonnen acties te gaan ondernemen. Dus pas op dat je daar niet door in verleiding laat brengen. Voor de rest is het goed dat je onafhankelijk bent en dat je met je heling bezig bent. Oké, twee kaarten. We hebben purpose, dus het doel van jullie connectie. Kaart nummer 9. Jullie zijn er bijna. 10 is die transformatie. We zagen die transformatie ook bij je wederhelft en die probeert dat tegen te houden, omdat je wederhelft in angst zit. Het doel is om te gaan helen, onafhankelijk te zijn. Ik krijg heel sterk door dat je misschien met je eigen zaak bezig bent, zodat je die onafhankelijkheid kan creëren. Je wil in ieder geval niet coöperatief zijn van elkaar. Dat is het doel.
aan de ene kant onafhankelijkheid, aan de andere kant dat je jezelf heelt. En dan heb ik hier de Jackal. Dat is nummer 44. En die staat voor de waarheid. Je wilt niet meer wachten op de waarheid. Je wil daarom vanuit een impuls ergens op reageren. Of het kan ook zijn, je wil de waarheid weten van de ander. Want de ander heeft nog altijd niet deze connectie erkend in de 3D. Ook kan het zijn dat jij impulsief gaat reageren omdat de waarheid boven water komt. We zagen ook bij jouw wederhelft dat er nieuws komt. Ik weet niet of die persoon jou zelf dat nieuws gaat vertellen of dat dat op een of andere manier uitlekt via sociale media of als jullie gezamenlijke vrienden hebben, dat iemand zijn mond voorbij praat. Wat ik heel sterk hier nu krijg is dat als jullie met elkaar gaan communiceren, dan zijn die gevoelens zo sterk dat de waarheid dan bij jou, als je hiermee resoneert tenminste, eruit vloept. Door jouw impulsiviteit vloep je er zo de waarheid uit van wat jij voelt voor deze connectie. En dat heb je nog niet eerder gedaan. Ja. Nee, deze. Mogen wij nog meer weten, Spirit? Ja, ik dacht het al. Deze twee kaarten. Onder de doel krijg ik. Het doel van onafhankelijkheid en heling is uiteindelijk dat jij in je stabiliteit komt. Die heb jij nodig, zodat je niet codependent bent aan de ander. En die waarheid, al dan niet middels die impulsiviteit. Die moet boven water komen omdat er leugens zijn geweest. En het wordt tijd dat de waarheid boven water komt in deze connectie. Voel ik heel sterk. Mag ik nog meer weten, Spirit? Die? Ik moet dit deck nemen, wordt er gezegd. Oké. Eens kijken. Dus die stabiliteit hebben we dan. Om geen codependent van elkaar te zijn. Dan krijg ik hier de pauwkaart. Prosperity. Ja, prosperidad. Dat is voorspoed. Kaart 39. Maakt 12. Met 3. Voorspoed. Ik krijg hier heel sterk het yin en yang teken. Als je kijkt naar die pauw hier en die pauw hier. Echt het yin en yang teken. Er zit nog wel een gat tussen. Maar ja, je komt toch nog, je komt dichterbij qua union. Dan heb ik hier de stier. Je moet dat opofferen voor de balans in deze connectie. Nou, een soort torenmoment krijg ik hier. Waar je als stier doorheen ramt, als het ware.
En je moet wat opofferen. En ik denk dat dat gaat om. Is dat de partner? Ja. Een van jullie of beide zitten nog in een andere connectie, een relatie, een huwelijk. En die mag opgeofferd worden voor de stabiliteit. Dit is een stabiliteitskaart en hier hebben we natuurlijk die 40. En voor wat betreft die leugens die aan het licht gaan komen, krijgen we hier de observatiekaart 7. Ja, spirit houden een oogje in het zeil hoe dit dan gaat als de waarheid boven water komt. En ze zijn er ook tegelijkertijd om bescherming te bieden. Mocht dit gaan escaleren qua impulsiviteit, de waarheid en dat die leugens dan aan het licht komen. Deze spirit, die. Oké, deze moet ik dan nog even hebben, schijnbaar. Hierin. 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 Oké. Oké. Twee kaartjes nog. Wanhoop en angst. Poeh, dat zijn niet de minste kaarten. Nou, deze zagen wij dan ook bij de wederhelft. En die wanhoop. Laat wanhoop niet de bovenhand krijgen. Blijf dicht bij je kosmische energie. Die wanhoop en die angst, die hebben beide te maken met die opoffering die jullie moeten doen. Dus die partner of die connectie of dat huwelijk waar je nog in zit. Daar is die angst en die wanhoop op gebaseerd om die connectie zeg maar op te geven. Angst is een weerspiegeling van de onderbewustzijn. Het is een emotie, geen realiteit. Ja, wel mooi om te zien dat hier die blokkade dus zit bij die opoffering met angst en wanhoop. En dat ook de wederhelft bang is om te transformeren, omdat dan die angst omhoog komt. En dat zien we hier ook weer terug. Mag ik een advies, Spirit? En zo ja, met welke kaarten? Advies met de tarot. Oké. Oh, dat viel bijna uit mijn handen. Ik leg hem even hierop hoor. Is dat alles? Oké. Dan moet ik niet verder shuffelen. Wat krijgen wij bij die wanhoop en die angst om zeg maar die connectie los te laten? Als je de connectie loslaat, kunnen jullie beiden gaan helen. En tegelijkertijd ook kom je eens een grote stap dichter bij het feit dat je wens in vervulling mag gaan. Is heel veel liefde tussen jullie, maar dat hoef ik niet te vertellen. En ook als jullie bij elkaar kunnen komen, kunnen jullie elkaar heel erg helen. En als dit achter de rug is, deze wanhoop en angst, dan zien jullie pas hoe goed het is geweest om die stap te ondernemen. Jullie zijn beide wel bang nog. Dan staat te trillen op je benen om je hart open te stellen. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd tussen jullie. Maar uiteindelijk is de union daar. Dus dat is mooi. En dat is ook wat Spirit wil. Vandaar dat ze ook een oogje in zeil houden. Heel mooi. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Namaste.